De laatste gemeenteraad vandaag, de laatste speech van Jeff Valkeniers. Wat doet dat met een icoon als jij, Jeff? Wel, luister erop recht. Ik ga weer een keer iets in Frans zeggen. Ja. In Frans zeggen ze, is een spreekwoord, partir, c'est mourir un peu. Dat wil zeggen, als je afstand doet van een bepaalde functie, dat dat toch ergens een beetje pijn doet. Want vergeet ook niet, het is ook een teken dat je ouder wordt. Hè? En er is niemand onder ons die vandaag tuk is op oud worden. Maar goed, je zei het en je moet het aanvaarden. En het is goed geweest, het is mooi geweest. Ik heb veel prachtige momenten gekend in mijn leven. Ik heb ook tegenslagen gehad. Maar alles bij hen, denk ik, mag ik tevreden zijn. Geen actieve politiek meer, maar ga je toch nog achter de schermen wat werken? Bij de laatste verkiezingen, jij weet dat beter dan iemand anders, heb ik kandidaat helpen zoeken, heb ik de lijst helpen maken, heb ik meegewerkt aan het programma. Ben ik zelf huisbezoeken gaan doen met een kandidaat die gelukkig niet slecht gescoord heeft. Heb ik ook het contact gezocht met de mensen van vreemde origine. Omdat er toch ook in Dilbeek, we hebben nu vandaag alle kranten staan vol, met de grote diversiteit in Antwerpen, in Brussel en in vele steden, maar dat is ook het geval in Dilbeek. In Dilbeek tellen wij ook 28,3% van de inwoners die van allochtone origine zijn. We kunnen die niet verwaarlozen. We kunnen ook niet doen zoals sommige politici, en ik durf dat ook zeggen, spijtig genoeg zie ik dat gebeuren niet alleen bij het Vlaams Belang, maar ook zelf bij de N-VA. We kunnen ook geen aard zaaien bij de mensen. Mm-hmm. Ze zijn hier en ze zijn hier om te blijven. En sommigen onder hen doen echt inspanningen. Ook bij hun, laat ons zeggen, bij hun collega's die van allochtone origine zijn. Om vooruit te gaan, om het te maken in het leven. En ik denk dat wij die mensen dat moeten toesteken. Liever dan met de vinger te wijzen. Daar zijn natuurlijk profiteurs bij, maar er zijn ook Belgische profiteurs. Dus ik vind dat het onze plicht is, zoals Sober doet in Mechelen, om die mensen in te sluiten zoveel mogelijk en er het maximum uit te halen en te zorgen dat ze zich zo vlug als mogelijk Belg en Vlaming voelen. Dat is mijn opinie. Ik hoor u Vlaming zeggen. Ja. Volksunie. PVV? Wel, ik was bij de Volksunie, maar ik had toen bij de Volksunie in zijn naam. En de limaas zei Valkenies, dat is geen lichte blauwe, zei ze bij de Volksunie, maar dat is een donkerblauwe. Hm. Dat is een echte liberaal. En op het ogenblik dat de jonge Ancien, Bart Ancien, in Leuven op een congres het eigendomsrecht, als ik het zo mag zeggen, deed verwerpen door het congres, heb ik gezegd, excuus, maar hier hoor ik niet meer thuis. Ik ben een liberaal inderdaad, hè, en ik herken het eigendomsrecht ten volle. Dat is volgens mij essentieel. Dat was de eigendomsrecht moet geëerbiedigd worden en je moet ook een objectief rechtsgestel hebben. Ja. Dat zijn volgens mij definitief twee eigenschappen die thuis horen bij een echte democratie. En dat was het geval niet meer. Vandaag zien we tegenovergesteld dat er een VA liberale wil zijn dan de echte liberale partij. Maar dat zijn andere elementen, onder meer het feit dat ze nu zeggen, ja, we moeten zorgen dat het land onbestuurbaar wordt, dan gaan we confederalisme krijgen. Wel, ik ben niet voor het openscheuren van België. Ik ben er niet voor dat Vlaanderen afhankelijk zou worden en Wallonië, we gaan dat dan met Brussel doen. We zitten dan met het probleem van Brussel, je kunt dat niet wegcijferen. Dus ik denk dat wij inderdaad een inspanning moeten doen om ons land bij elkaar te houden en niet om het uit elkaar te halen. Dat is ook een van de elementen waar ik niet akkoord ga met de N-VA, onder meer. Meer bevoegdheden naar Vlaanderen of is het oké zoals het nu is? Luister, dat er een paar anomalieën zijn die moeten verbeterd worden, daar ben ik volledig mee akkoord. Hè. Mm-hmm. Maar er zijn ook zaken die bij Vlaanderen zijn die beter nationaal zouden zijn. Ik geef maar een voorbeeld. De vliegbaan. Ja. Dat is niet normaal. Hè. Alleen wat nu Brussel gaat uitsteken, om je een idee te geven. Dat zou in de laatste 5 kilometer van de autostrade gaan een boulevard maken, waar je maar 50 in duur mogen rijden.
En dat ze 3 banen gaan versmallen naar 2 banen. Je moet eerlijk zeggen, dat is onzin. Hè? Dat is onzin. En dat Brussel zoiets zou willen doen, hè? En zelf van plan is om dat te doen. Dat bewijst dat zulke zaken bijvoorbeeld niet bij de gewesten moeten zitten, maar dat die beter nationaal zijn. We moeten dat kunnen aanvaarden. En in de geneeskunde ook zijn er zo'n aantal factoren waar dat je zegt, allee, dat gaat er, zelf voor klimaat, 4 ministers, dat is onzin. Ja. Dat zijn zaken volgens mij die beter nationaal zullen blijven. Oké. Jeff, zijn er nog enkele dingen die de coalitie, dus de, hier in Tilbeek, de coalitie, de Vlaamse Liberale Democraten, dus de VLD en de N-VA, wil toewensen? Waar moeten zij de komende 6 jaar op inzetten? Waar moeten zij aan werken? Wel, ik heb vandaag in de krant iets gelezen dat mij wel verheugt. Ik heb gezien dat Beersel zegt, ja, wij zijn groot genoeg. Mm-hmm. Wij gaan nu zorgen dat die bevolking niet meer aangroeit. Volledig kunnen we dat niet verhinderen, maar we gaan ons best doen. En ik zie dat Tilbeek, daarover dat komt niet, omdat Van Dalen van Beersel dat gezegd heeft, dat staat ook in het akkoord N-VA Open VLD. Mm-hmm. Dat men dus een poging gaat doen om, hoe zou ik zeggen, Tilbeek niet meer te snel laten aangroeien en dat wij niet vechten om naar 50.000 te gaan. Dat wij bijna met 43 zijn, dat daar nog wat mag bijkomen, maar dat we voor de rest liever landelijk en Nederlandstalig blijven gelijk we nu zijn. Oké. Okay. Heb je nog enkele belangrijke woorden te vertellen? Dat je zegt van kijk, dat wil ik nog kwijt. Dat zijn dingen die men moet weten. Wel, ja, luister. Ik heb nu vandaag mijn afscheidsspeech gegeven. Ja. We hebben verkiezingen in mei die op komst zijn. Wel, ik denk dat je in de volgende dagen en weken zult mogen verwachten aan stellingnames, ja, die ik ga doen namens de Open VLD. Ja. Om maar een klein voorbeeld te geven. De Wever zegt 3 maanden geleden, ja, die drugbendes, die zijn zich bezig aan het infiltreren in de politieke partij. Maar ik sta er borg voor dat in mijn partij iedereen zuiver is. Dat niet is. En wat zien we gebeuren? Dat de eerste drugbende die wordt opgerold, dat die duidelijk verwantschap heeft met de mensen binnen de N-VA. Zeg niet dat de N-VA allemaal aan de drugs zit. Nee, ik zeg niet dat zij allemaal drugger of vikanten zijn. Maar we zien toch dat daar mensen verwant zijn. Vandaag zegt hij, of gisteren zegt hij, ja, er zijn nog 5 bendes en we kennen ze bij naam. Wel, als hij ze kent en hij kent ze bij naam, hij moet niet wachten. Hè? Ja. Hij moet niet wachten, hè? Dat ze dan nu beginnen, hè? Dat ze nu oproepen, als hij ze toch kent. Ja. Hey, dat verwondert mij. Hè? Dus soms heeft hij zo van die uitspraken. Stel dan ook, socialisten zijn buiten. Na 61 jaar zijn ze buiten. Zijn verkiezingen en hij rapt ze weer op in de straat. En ze moeten meedoen, want anders heeft hij geen stabiele meerderheid. Wel, hij moet voorzichtig zijn. Hè? Natuurlijk, het is een buitengewone strateeg. Maar af en toe, sta mij toe dat ik het zeg, begaat hij ook een kemel. Ik heb nu maar een paar voorbeeldjes gegeven. En zo zijn er nog. Hè? Natuurlijk, hij is een strateeg. Hij kan het goed zeggen. En hij weet het altijd nog in doekjes te zetten. Hè? Bijvoorbeeld met die drugbendes, om de aandacht naar die drugbende van de Assyrische christenen af te leiden, komt hij in één keer van de dag, er zijn nog 5 bendes. En we kennen ze zelf bijna. Maar dat is om de aandacht af te leiden natuurlijk dat hij dat doet. Dus hij weet werkelijk hoe aan politiek te doen. Natuurlijk moeten we dat volgen. Ik heb liever iemand die consequent is. Hè. Ik vind niet dat hij consequent is. Socialisten moesten buiten, hij had er niks meer mee te doen. En uiteindelijk maakt hij schepen de fameuze Meeuws. De Meeuws die ze verdonderden als een man die gewerkt had voor de dingen, trammaatschappijen, busmaatschappijen, die daar allerhande onregelmatigheden op begaan enzovoort enzovoort. En een beetje later is hij de grote verzoener met socialisten. Dat is iets dat niet. De man waarvan je denkt dat hij niet helemaal correct is, dat hij niet eerlijk is. En die je nadien binnenhaalt en die dan ook verzoener moet spelen. Dat is allemaal zo. Dat ligt een beetje op de maag. Ja, dat is zo. Ik vind dat ook al wat gesjoemel als ik het zo zeg. Ah ja, oké. Dat ligt wat bij mijn maag, ja.
Ja. Ik geef maar een voorbeeld. Hè. De Groenen. Heb jij gelezen dat in Nederland GroenLinks ja. van oordeel is? Heb je dat gelezen? Nee, nog niet. Als je niet eens 70 jaar bent, dat je niet meer zou mogen beroep doen op dure geneeskunde. Ah ja, ja. Dat, ja. Je hebt dat toch gelezen? Ja, heb ik gelezen. Ja. Nee, die zijn zo in de weg van de plantjes, van de bomkes, van de dirkjes. Nee, maar de mensen vanaf 70 jaar, die zouden eigenlijk dan de kop mogen afkappen. Dan ja. komt het bijna op. Nee, dan mogen gemeentelijke zorgen niet meer hebben die kostelijk zijn. Mm-hmm. Wel, dat is, ik heb in Zuid-Afrika meegemaakt. Een Indiër had nierdialyse. En die man zijn leven hing ervan af, nierdialyse of je gaat door, dat weten we allemaal. Op een zeker ogenblik besluit de regering zegt, luistert, in een land zoals het onze, dat is luxe geneeskunde, die nierdialyse. Wij hebben ons geld nodig voor de basisgeneeskunde. We hebben zo'n grote bevolking. En wij gaan die luxe geneeskunde niet meer aanvaarden, we gaan dat niet meer terugbetalen. En die man zegt, ja, maar dat kan niet. Hij gaat naar de rechtbank en de rechtbank heeft een uitspraak gedaan en heeft de regering gelijk gegeven. Men heeft dus de nierdialyse moeten stoppen bij die man. Hè? Omdat de regering het verbood en gelijk kreeg van de rechtbank. Wel, uiteindelijk gaan we naar zo'n systeem in Holland, dat die mannen gelijk krijgen. En de partij heeft dat aanvaard. Wel, ik zie niet goed in, als die dat in Holland aanvaarden, ik heb nog geen enkele reactie gehoord van de mannen hier. Hè. Nu leveren ze, nu van het moment leveren ze natuurlijk op hoop en glorie met al die betogingen van de jeugd natuurlijk. Hè, en denken ze, wij moeten niks meer doen. Het wordt ons op de schoot gebracht. Mm-hmm. Maar dat ze daar niet een stelling over nemen, dat zou ik eens graag vernemen. Ja. Of ze akkoord gaan met hun collega's in Nederland, dat men na 70 jaar geen serieuze medische zorgen meer mag krijgen. Bijvoorbeeld. Er zijn veel dingen die Jeff vanuit de buik vertelt. Tuurlijk. Jeff Lawijt. Ja. Jeff die sprak voor het volk met niet te veel poeha en wat weet ik nog allemaal. Ja, ja. Ik wens u veel succes. Wat ga je deze week nog doen, Jeff? Deze week? Oh, wel, luister. We hebben een eetfestijn in april. Ja. Ik heb al 1520 enveloppen geschreven. Adres. Jeff, ga niet stilzitten. Ik schrijf die adres in. Nee, nu heb ik stof liggen om een artikel te schrijven. Een artikel? Ja, ja, ik ga dus eigenlijk beginnen. Ik heb u daar een paar voorbeelden gegeven. Hè. Ja. Dat de Groene keer voor de dag komt, mee nou denk ik, over de mensen die meer dan 70 jaar zijn. Dat ze een keer de moed hebben om hun collega's in Nederland ofwel te volgen ofwel te veroordelen. Ja, een opiniestuk eigenlijk. Ja, ja, dat ze een keer komen. Ja. Een keer komen. En, je gaat... en dat de wever een keer een beetje meer consequent is met zichzelf. Hè. En als zij weet dat er 5 bent, dan zijn dat wel. Dat ze ingrijpen. Hè. Jeff gaat nog niet op rust. Hierboven zit het nog heel goed. Hierboven zit het nog heel goed. Ik zal zwijgen de dag dat ik niet meer kan praten. Dat zal ik zwijgen. Dat is een mooie afsluiter. Bedankt, Jeff. En ja. Ik wens je nog vele mooie jaren. Dank je. Achter de schermen van de Open VLD. Ja, en ja. Waarschijnlijk zullen we je nog veel ook voor de schermen zien. Waarschijnlijk wel, ja. De wijn hebben het gezegd, hè. Mag vragen komen stellen. Voilà. Hoeveel handtekeningen moet je hebben? Als er iets is, geen, hè. Geen handtekeningen meer? Je moet gewoon laten weten dat je vragen wilt stellen. Ah, voilà. Ik zal daar geen misbruik van maken, maar als er zaken zijn die echt op mijn leven liggen waar ik niet mee akkoord ga. Ik heb dat juist iets gezegd aan Stijn. Ja. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente, dat weet hij. Ja, ja. Dat staat boven het schepen. Ja. Vind jij het normaal dat de mensen die deel uitmaken van de gemeenteraad niet weten wie voor hen werkt? Mm-hmm. Want het personeel werkt toch voor de gemeente? Ja. En ze zijn het hoogste orgaan, ze hebben het toch moeten weten. Als er iemand aangeworven wordt, mm-hmm. zouden ze toch moeten weten. Ja. Die wordt aangeworven in die functie, op die plaats. Ja. Maar al jaren weten we dat niet meer. Men heeft dat dus volledig overgeschakeld naar het schepencollege. En ik vind dat verkeerd. Dat valt voor dat ik ergens ga eten. Onlangs nog iemand zat met mij. En weet je dat niet? Zeg, ik werk hier voor de gemeente. Ik zeg, ja, ja. Met die nieuwe organisatie weten we dat niet meer. En ik heb dat al bediscussieerd met de ambtenaren van de Vereniging van Steden. En die gaan met mij akkoord dat dat iets is
dat men niet had mogen wegnemen bij de gemeenteraad. Dat bij de gemeenteraad hoort. Hetzelfde ook vroeger, als een arbeider ontslagen werd, dan mocht hij zich komen verdedigen in de gemeenteraad, weet je dat? Nee, dus... Die kwam naar de gemeenteraad en die mocht zijn advocaat meebrengen ook. En dat is aan de gemeenteraad die beslist of hij buitengezet of niet. Ja. Ja, we hebben dat een paar keer meegemaakt, dat er zo iemand... Ik vermoed dat we Jef nog wel eens op een gemeenteraad zullen tegenkomen dan. Wel, dat kan gebeuren, dat, als ik iets heb, dat mooi kan ook gebeuren dat ik het doorspeel aan een van ons mannen. Hè. Natuurlijk, als er iets op je leven ligt, dan kun je dat beter zelf verdedigen. Voilà. Als je dat aan een ander moet geven, zijn er niet zeker wat er van maakt. Hè. Nee, dat is waar. Dat weet jij ook. Hè. Dat is waar. Bedankt, voilà. Jef. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, je hebt genoeg stof, nee. Hè. Ja. Hè.